Marieke Dekker heeft een therapiekat genaamd Caramello. Eimond Nieuws ging ook in therapie bij Caramello. Hoe heeft Caramello uw leven beïnvloed? Caramello kwam bij ons wonen in de tijd dat eigenlijk corona net begon. Het was best wel een stressvolle periode voor heel veel mensen en ook voor ons. Caramello heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een beetje rust voor mij kwam. Ik heb heel veel met mijn gezondheid heb ik gehad en daardoor mentaal ben ik erop vastgelopen. En Mello is eigenlijk mijn emotioneel support animal. Dus dat betekent dat hij heel erg met mij bezig is. Dus dat bedoel ik in de zin van, als hij merkt dat het niet goed met me gaat, dat hij dan altijd bij me komt. En dat hij me dus rustig weer krijgt als ik heel erg onrustig ben of onzeker of verdrietig of ik heb paniekaanvallen. Dus waarin hij het verbeterd heeft mijn leven is vooral dat ik heel veel steun aan hem krijg. Het is eigenlijk een soort van harige vriend of zo, om zo maar te zeggen. En ik weet niet waarom hij dit doet. Ik heb heel veel katten vroeg gehad. Maar Mello heeft gewoon als kitten echt besloten van, ja, ik word gewoon jouw support animal en ik ga jou met alles helpen. En vooral met hetgene, wat ik dus heel erg heb, is met mijn paniek. Ja. Dat is wel heel erg fijn. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, hij is heel bijzonder. Ja, kijk, ik heb twee katten. Ze zijn allebei super, super leuk. En Mello, ik weet niet wat het is. Ook heel veel mensen die hem ontmoeten, die zeggen ook van dat er een oude ziel in zit. Hij heeft gewoon besloten dat hij mij helpt. Dat is, ik heb dat nog nooit meegemaakt met een kat eigenlijk. Dat hij dat... Dat ze zeggen dat katten dat niet hebben, dat honden dat meer hebben, maar ik weet nu gewoon echt wel beter dat katten toch meer zijn dat ze wetenschappelijk hebben bewezen. Dus dat ze echt maatjes zijn voor het leven. En want u heeft wel een tijdje ook therapie gevolgd. Ja, en waarom klopt. Heeft u dan uiteindelijk besloten om Caramello te nemen? Ja, ik heb wel veel therapie gehad en eigenlijk hielp niks. Ik heb echt gewoon van alles en nog wat geprobeerd. Mijn broer die belde mij op van, misschien moet je eens kijken bij een Maine Coon fokker, want die hadden kittens op dat moment. En hij had heel veel gelezen over dat Maine Coons heel goed zijn met mensen die paniekklachten hebben. En we zijn toen naar de Maine Coon fok gegaan. En daar waren heel veel kittens, maar ik had gelijk een klik met Mello. En ik werd ook gewoon helemaal rustig van hem als ik hem weer vasthield. En de corona kwam, dus je kon niet heel veel op bezoek daar. En uiteindelijk heb ik Caramello opgehaald. Toen werd ik zelf heel ziek. Ik denk dat het mijn eerste keer was dat ik corona kreeg. Ik heb volgens mij 6 weken lange longontsteking gehad. En Caramello besloot gelijk vanaf het moment dat hij bij me kwam om bij me te blijven. In het hele proces dat ik zo ziek was, longontsteking had. Hij had zijn eigen mandje, wilde die niet in. Hij wilde alleen maar bij mij zijn, alleen maar mij helpen. En vanaf dat moment wist ik gewoon, dit is iets heel bijzonders. Er is iets speciaals aan deze kat. Heeft u dan ook het gevoel dat Caramello ook echt u heeft uitgekozen? Ja, ze zeggen dat katten dat doen. Dat katten jou uitkiezen. En ik geloof heel sterk dat dit zo moet zijn. Want het is misschien een beetje een gek verhaal. Maar een paar weken voordat ik Mello uitkoos bij de Kettery, heb ik een droom gehad dat er een kleine rode kitten op mijn bed zat. En die zei, ik kom bij je wonen. En mensen gaan dit uiteindelijk kijken. Wat hoopt u dat mensen eruit halen? Ik heb natuurlijk een heel lang ziektetraject gehad van mijn lever. Ik heb een hele zware operatie gehad. Ik heb altijd al een beetje paniek gehad. Maar nu heb ik dus echt een paniekstoornis. En voor mij is boodschappen doen, met je vriendinnen uit eten, een bioscoopje pakken, is voor mij gewoon ontzettend moeilijk. Dat kan ik haast niet. En ik hoop eigenlijk een beetje met mijn verhaal, om ook mensen te laten weten, je bent niet alleen, dat ook een dier je heel goed daarin kan helpen. Ja, ik denk dat mensen er wel veel aan hebben. Ja, dat hoop ik wel. En dat hoor ik nu ook heel veel. Mensen die me aanspreken op straat en de krantartikel Noord-Hollands Dagblad is mijn telefoon echt ontploft. Ik ben echt heel veel gebeld, geappt. Mensen hebben gezegd van, jeetje, dat wist ik helemaal niet. En wat fijn dat je je durft open te stellen. Maar we hebben ook iets aan je verhaal. Dus in de zin van, we zien herkenning en we halen daar gewoon heel veel uit en het helpt ons ook. En daar is waar ik het eigenlijk voor doe. Het is natuurlijk in 2017 gebeurd. Ja. We zijn nu al een paar jaar later. Waarin helpt Caramello nog steeds heel veel? Wij staan altijd samen op.
Wij doen samen ontbijten, samen tanden poetsen, samen douchen, samen naar de wc, samen aankleden. Mello slaat ook geen nacht over. Hij slaapt elke nacht op de hoek van mijn bed. Als ik de deur dicht doe en hij kan niet bij me zijn, breekt hij echt de tent af. Het belangrijkste wat hij doet, Mello, is als ik paniek heb s'nachts, ik heb heel vaak herbelevingen van wat ik allemaal meegemaakt heb, is dat hij bij me komt liggen en dat ik hem dus kan eien en dan word ik rustig. En wat hij dus overdag ook doet, als ik dus in huis ben en ik heb moeite om uit huis te gaan, boodschappen te doen bijvoorbeeld, is dat hij me heel erg volgt en dat hij ontzettend bij me blijft. Dat ik rustig blijf, dat ik ook erg moet lachen en dat ik gewoon ontspannen raak. En als ik ook niet de deur uit ga, dan blijft hij ook bij de deur staan. En dan zorgt hij echt voor, ja, je moet nu echt gaan. Hij blijft net zo lang bij de deur tot ik eindelijk wegga. Wat doet Mello dus? Mello houdt me rustig. Dus ja, wat is hij? Het is gewoon mijn harige beste maatje. Ja. Ja. Hoe had u uw leven voor u gezien als Caramello er niet zou zijn? Dan had ik niet meer naar buiten gegaan. Ook door Mello heb ik mijn eigen zaak opgestart. Hij is het gezicht van mijn zaak geworden. Door creatief te zijn, wat wij maken, helpt mij mentaal ook. Hè. Daar word ik ook rustig van, word ik ook ontspannen door. Dus daar heb hij ook voor gezorgd, want hij is het gezicht van mijn zaak. Dus uit alles wat hij voor me gedaan heeft, heb ik dat ook nog gekregen. Mijn eigen winkeltje en...